Freerunnen en trekking is helemaal hot. Over muurtjes en over hekjes springen hoeft niet langer meer alleen op straat. In de Tandwielstraat in Rotterdam is er bijvoorbeeld een heus indoorpark waar jongeren les kunnen krijgen en professionele freerunners zich kunnen uitleven. In Rotterdam is het echt steeds bekender geworden. En inderdaad, dat is ook een van de grootste redenen waarom je nu een indoorpark hier hebt. Er zijn gewoon heel veel jongeren. Eerst waren het wat ouderen die begonnen met freerunning. En nu worden ze steeds jonger en jonger en jonger. Omdat je op tv krijgt allemaal dingen, weet je, kinderprogramma's en dergelijke. Freerunning moet je zo zien, kan je overal doen, kan je binnen doen, buiten doen, op daken doen, op straat doen, van stoep naar stoep doen. En het idee is gewoon dat jij creatief gaat bewegen in je omgeving en dat je creatief leert bewegen in je omgeving. Nou, je hebt kicks, die zijn allemaal afkomstig van martial arts, bijvoorbeeld taekwondo, capoeira. En dan heb je twist, dat zijn eigenlijk van turnen dingen. En dan heb je flips, nou, die komen eigenlijk ook van turnen en acrobatiek. Het is gewoon jezelf uiten in movement, creatief zijn, mix van alles lekker gebruiken en dat is trekken. Bye.